بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ، بلوغ المرام، في كتاب الصلاة، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ديز حديث فان أبي قتادة رضي الله عنه gaat over de recitatie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijdens het dhuhr en het asr. Hij zei radiyallahu anhu dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het gebed verrichtte, en hij zei: hij reciteerde in het dhuhr en in het asr in de eerste twee rak'at, eerste twee gebedseenheden, reciteerde hij met Suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En vervolgens reciteerde hij een sura daarachteraan, een hoofdstuk daarachteraan. Dat betekent dat het tot de sunna behoort dat na het reciteren van de Fatiha is het van de sunna om ook een sura erbij te reciteren. In de eerste twee raka'at, of de eerste twee gebedseenheden. Rak'a al-Ula en Rak'a al-Thaniya. Na het reciteren van de Fatiha reciteer je een sura. Dat is aanbevolen. Is geen voorwaarde, is geen verplichting. Als iemand alleen Suratul Fatiha zou reciteren, bij het dhuhr en bij het asr bijvoorbeeld, bij alle gebeden, is zijn sura of is zijn gebed geldig. Ook al reciteert hij geen enkele sura daarna. Suratul Fatiha is in principe voldoende. Lakin is niet volgens de sunna. De sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dat hij Suratul Fatiha reciteerde in de eerste twee rak'a, en daarna reciteerde hij een andere sura. En hij zegt hier: وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. Abu Qatada radiyallahu anh, de sahabi, hij zei: de profeet sallallahu alayhi wa sallam liet ons af en toe een vers horen. En hij reciteerde en hij liet ze af en toe een vers horen. Met andere woorden, hij reciteerde soms een vers luid op. Dat betekent dat Salat al-Dhuhr en Salat al-Asr niet luid op gereciteerd wordt. Dit is een bewijs dat de Dhuhr en al-Asr zachtjes gereciteerd wordt, omdat hij soms een ayah hardop reciteerde. En dat is ook van de sunnah, dat de imam af en toe een ayah hardop reciteert. Of hij laat de mensen die achter hem zijn iets daarvan horen, zodat hij ze daarmee eigenlijk attendeert dat je dient te reciteren en dat je na de Fatiha ook een sura kunt reciteren. Iden, hij deed dat soms hardop, wat betekent dat hij de andere, dat hij normaal gesproken dhuhr en asr niet hardop en niet luid op reciteerde. Hij zei radiyallahu anhu: وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى. En wat ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed, is dat hij de eerste rak'a langer maakte. De eerste rak'a van de dhuhr, de eerste rak'a van de asr, maakte hij langer dan de tweede rak'a. Dat is ook een sunnah. Wanneer je reciteert in het gebed, probeer dan de eerste rak'a langer te maken dan de tweede rak'a. Zo deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat namelijk ook. يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. En in de laatste twee rak'a's van de dhuhr en van de asr reciteerde hij alleen met فاتحة الكتاب, met alhamdulillahi rabbil alameen, met suratul fatiha. Iden, deze hadith duidt erop dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de dhuhr en in de asr de eerste twee rak'a reciteerde hij suratul fatiha en vervolgens een sura. En hij maakte de eerste rak'a langer dan de tweede rak'a.
de laatste twee rak'a's reciteerde hij alleen Suratul Fatiha. Daar duidt deze hadith op. Hadith die daarna komt van Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qaal kunna nahzuru qiyam Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhuhri wal asr, فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. ديز حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أعزائي كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. What betekent dat? Hij zei, we gingen de lengte van het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het dhuhr en al-asr, gingen wij schatten. Yani, hoe lang bleef hij staan in het gebed? Hij zei, we gingen dat inschatten. Yani, de sahaba en hij. Hij zei, we hadden ingeschat dat de lengte van de eerste twee rak'a van het dhuhr, فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ. Hij zei, we hadden ingeschat dat de lengte van het staan in het dhuhr ongeveer was zoals Suratul Sajda. En Suratul Sajda, alif lam mim tanzil, Suratul Sajda is 30 aya. Is 30 aya. 30 verzen. En als we kijken in de Koran, de Mushaf, zien we dat dat 3 bladzijden zijn. Zo lang was het staan, yani, zo lang stond de profeet sallallahu alayhi wa sallam ongeveer in het gebed, wat de sahaba hadden ingeschat. Hij zei, en in de laatste twee ayah, in de laatste twee gebedseenheden, rak'aat, was het ongeveer de helft. De helft van de eerste twee. Dus de helft van 30 is dan 15. Tayyib. Hij zei, voor fil oula yayni min al-asr. En in de eerste twee rak'a van al-asr was dat ongeveer zoals de laatste twee van al-dhuhr. Hij zei, en de laatste twee van al-asr waren de helft van de eerste twee van al-asr. Dus uit deze hadith blijkt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam salat al-dhuhr verlengde en lang bleef staan. Zolang dat de sahaba zeiden dat hij ongeveer zo verreciteerde als surat al-sajda. Yani 30 verzen. فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرْ أَلِفْ لَامِيمْ التنزيل. Yani dat elke rak'a ongeveer zo was zoals Surat Sajda. Of samen. Maar volgens mij wordt hier elke rak'a bedoeld. Ongeveer 30 verzen. Tayyib? 30 verzen. Want hij zei daarna, وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّسْفْ مِنْ ذَلِكَ. En de laatste twee was het ongeveer de helft. Dus of dat hij in één rak'a ongeveer 30 verzen las, of 30 verzen over twee rak'a. Allahu a'lam. Allahu a'lam wat hier precies mee bedoeld wordt. We zullen het inshallah ta'ala nog nakijken. En in de laatste twee rak'a ongeveer de helft. Dus zouden de laatste twee rak'a ongeveer 15 verzen zijn. Als de laatste twee rak'a bij de 15 verzen zijn, dat betekent dat hij na Surat al-Fatiha nog iets zou reciteren. Want Surat al-Fatiha zijn geen 15 verzen, zijn 7 verzen. Dus dat betekent dat hij nog na Surat al-Fatiha iets zou reciteren. En sommige geleerden hebben gezegd dat af en toe dat doen, dat goed is en sunnah is, om dat af en toe te doen. Omdat deze hadith daarop duidt. En de hadith die we net ervoor hebben behandeld, duidt erop dat hij in de laatste twee rak'a alleen Fatihatul Kitab reciteerde.
Dus om deze overleveringen samen te brengen, kun je zeggen, of om ze allebei in praktijk te brengen, kun je zeggen dat het af en toe de sunna is om nog na al-Fatiha een surah te reciteren in de laatste twee rak'a's, zowel van het dhuhr als van de asr. Salatul asr was ongeveer de helft van salat al-dhuhr. Ongeveer de helft van salat al-dhuhr. Zowel de eerste twee rak'a als de laatste twee rak'a waren ongeveer de helft. De eerste twee rak'a van de asr waren ongeveer de helft van de eerste twee van het dhuhr. Of je kan zeggen ze waren even lang als de laatste twee van het dhuhr. En de laatste twee rak'a van de asr waren de helft van de eerste twee rak'a's van al asr. Dus al asr was minder lang. En de hadith die daarna komt, hadith Sulaiman ibn Yasar radiyallahu anhu, قال: Kana fulan yutilu al-ulayayni min al-dhuhr wa yukhaffifu al-asr wa yaqra'u fi al-maghrib bi qisar al-mufassal wa fi al-isha'i bi wasatih wa fi al-subh bi tiwalih. Faqala Abu Huraira: Ma sallaytu wara'a ahadin ashbaha salatin bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min hadha. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه أعزائي over een persoon die het gebed voor hun verrichtte, hun imam. Hij zei over hem dat hij de eerste twee rak'a's van de dhuhr verlengde. Sulaiman ibn Yasar, hij zei dat iemand die voor hun het gebed ging verrichten, de imam voor hun, hij zei, hij verrichtte het gebed en hij verlengde de eerste twee rak'a's. Hij zei, en eerste twee rak'a's van het dhuhr. Hij zei, en salat al-asr deed hij kort. Yukhaffifu al-asr. Hij zei, hij reciteerde in salat al-maghrib met qisar al-mufassal. Qisar al-mufassal, zoals yani, veel geleerden hebben gezegd, dat die begint vanaf surat al-duha. Vanaf het duha tot met de nas deze korte hoofdstukken worden qisar al-mufassal genoemd. Al-mufassal, er zijn hoofdstukken in de Koran, surah, die worden al-mufassal genoemd. Al-mufassal betekent eigenlijk dat ze opgesplitst worden. Yani in de laatste gedeelte van de Koran komen de surahs achter elkaar en ze worden steeds, ze zijn kort en ze worden steeds onderbroken door Bismillahirrahmanirrahim, vervolgens weer een nieuwe surah. Waar veel onderbreking voorkomt, dat er steeds een nieuwe surah komt, dus het korte surah, die worden mufassal genoemd. En mufassal, zoals heel veel geleerden zeggen, beginnen vanaf surat Qaf. En sommigen zeggen surat Hujurat, vanaf daar begint mufassal. Van de Koran, yani de korte sora zou je kunnen zeggen. Maar deze korte sora zijn weer ingedeeld in drie groepen. De grote daarvan, of de lange daarvan, die begint vanaf Qaf of Hujurat tot en met Amma. Dit zijn Tiwal al-Mufassal, zoals dat noemen. De lange Mufassal. Vervolgens heb je de middel. De middel, en dat is tussen Amma en het Doha. Deze worden Wasatul Mufassal genoemd. En vanaf het duha tot aan het nas, deze wordt qisar al-mufassal genoemd. Het duha tot aan het nas. Hij zegt hier dat deze imam voor hun, yaqra'u fil maghrib bi qisar al-mufassal. Hij reciteerde in salat al-maghrib, reciteerde hij qisar al-mufassal. Yani hij reciteerde de suar, de hoofdstukken, die beginnen bijvoorbeeld bij het duha tot aan het nas. Yani daartussenin. En hij zei, wafil isha bi wasati. En bij salat al-isha reciteerde hij wasatul mufassal. En wasatul mufassal begint, zoals ik net zei, vanaf amma tot aan het duha. Amma tot aan het duha. Dat is wasatul mufassal. Hij reciteerde dat tussenin. Hij zei, wafil subhi bi tiwale. En tijdens het ochtendgebed reciteerde hij deze imam van tiwale al-mufassal. Dus vanaf Qaf tot aan Amma. Dus Qaf of Hujurat of At-Tur of
في الذاريات بفوربط في الرحمن طيب يسبح الدرخ لك سورة المجادلة بفوربط تايدس سورة تايدس ات اختت خبات طوال المفصل في الصبح بطواله فرفولخ زي ابو هريرة رضي الله عنه صحابي متخزن هاي زي هاي بطوك اخترهم هاي زي ما صليت وراء احد اشبه صلاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ابو هريرة نبت خزن فضل البروفيت صلى الله عليه وسلم هاي زيتون هاي زي كم نيمت خزين اب في زي خبات زو فير لايكت اب دي فضل البروفيت زوز ديزه Zoals deze persoon, yani zoals deze imam, achter wie wij het gebed nu verrichten. Met andere woorden, dit was hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam het gebed ging verrichten. Bij het dhuhr verlengde hij de eerste twee rak'a. En al-asr was korter, was veel korter, was de helft van het dhuhr. Hij zei bij al-maghrib, reciteerde hij met korte suwar, qisar al-mufassal. Lekker, dit is niet altijd zo. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook tijdens de maghrib andere soor gereciteerd. Hij heeft ook met lange soor gereciteerd. Hij heeft bijvoorbeeld de toor gereciteerd. At-toor wa kitabin mastoor. Dat komt nog inshallah hierna. Hij heeft zelfs al-a'raaf gereciteerd een keer. Hij heeft hem door twee gesplitst in salat al-maghrib. Al-a'raaf is een van de langste soor. Taib. Iden, dit was niet altijd zo. Hij reciteerde ook soms langere hoofdstukken. Zoals bijvoorbeeld al-Mursalat heeft hij ook gereciteerd tijdens Salat al-Maghrib. Maar het kan zo zijn dat hij het meest korte soa reciteerde. Omdat Salat al-Maghrib, of de tijd van al-Maghrib, sommige geleerden zeggen de tijd van al-Maghrib is kort. Is niet zo lang. En daarnaast, bij al-Maghrib, heel veel mensen vasten. Zodat ze... Yani hun vasten kunnen gaan verbreken. Of ze hebben al vasten verbroken. Lekker. Daarna kunnen ze bijvoorbeeld gaan eten. Weer bijvoorbeeld terugkomen. Dus hij geeft ze dan tijd voor zulke zaken. Zoals sommige geleerden dat hebben vermeld. En yani de wijsheid daarachter. Taib. Wafi salat al-isha. Bij al-isha reciteerde hij met wasatul mufassal. Wasat al-mufassal begint bij amma tot aan al-duha. Dus bijvoorbeeld Sibbih, Al-Buruj, Al-Shamsi. Taib, het bord aan wat het was dat het Mufassal. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen iemand ging klagen over Mu'adh, radiyallahu anhu. Mu'adh, de metgezel van de profeet. Hij was imam van zijn volk, van zijn stam. Hij was de imam. En hij reciteerde lang. En iemand kwam toen klagen bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam over Mu'adh. Hij stapte uit het gebed. Omdat Mu'adh lang reciteerde, stapte hij uit het gebed. En Mu'adh werd boos. En er ontstond een conflict tussen hem en Mu'adh. En hij klaagde bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh aan. Toen de profeet het hoorde, zei hij tegen Mu'adh, Afattanun ante ya Mu'adh. Hij zei, ben jij iemand die fitna maakt, ya Mu'adh? En omdat hij lang reciteerde, en mensen konden dat niet aan. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Mu'adh, hij zei, reciteer met bij al-Isha, هذا ريسيتير مت سبح اسم ربك الأعلى أوف مت والشمس أوف مت والليل هذا فلما ألما أندر فلما أندر وسط المفصل سبح والليل والشمس وضحاها زو هيف ده بروفيت صلى الله عليه وسلم معاذ يعني أبخ دراخة أم تدون هاي زايتون فإن من ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجة يعني أرزاي من سمت شاو دي أختي أو بيدا دي أوت زين دي زيك زين Die bezig zijn. Die bezigheden hebben. Met andere woorden. Ga hun niet te lang. Of ga het gebed niet te lang maken. Zodat zij. Yani, daardoor misschien. En die schade daardoor lijden. Taib. Iden. Fil isha bi wasati. Of fil subhi bi tiwale. Fil subhi reciteerde hij. Met lange soor. Bi tiwale mufassal. Qaf. Hujurat. Bijvoorbeeld. Maar hij reciteerde ook met langer dan dat. Zoals in andere hadith staat. Hij reciteerde tussen de 60 en de 100 ayah. Tijdens Salat al-Fajr. Omdat Salat al-Fajr. Dat is het gebed waarin de malaïken bij elkaar komen. Die malaïken van de nacht en de malaïken van de dag. Die ontmoeten elkaar bij Salat al-Fajr. Nou, Salat al-Fajr wordt bijgewoond door de malaïken. Van Koran al-Fajr.
إن قرآن الفجر كان مشهودا. En ook is dat natuurlijk yani, nadat je hebt geslapen en uitgerust. En ook reciteerde hij dat lang, zodat de mensen bijvoorbeeld die nog niet zijn opgestaan of die te laat zijn opgestaan, die kunnen dan nog yani, het gebed halen als zij te laat zijn. Zo ook met de dhuhr. Het dhuhr is ook lang, omdat de dhuhr ook eigenlijk plaatsvindt na het nemen van rust. لأن het behoort يعني het behoort tot de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij يعني rust nam qailula day يعني een dutje day voor het dhuhr. Dutje qailula werd gedaan voor het dhuhr. Dus dan vervolgens stonden ze op en verrichtten zij het dhuhr gebed. Dus het kan ook zijn dat het dhuhr werd verlengd om die reden dat mensen nog bijvoorbeeld die nog niet er zijn, zodat zij yani, het gebed konden halen. Het is zelfs zo overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam het dhuhr zo verlengd, zo een keer zo had verlengd, dat iemand uit het gebed ging, of het gebed begon, en hij ging zijn behoefte doen bij de baqi', en vervolgens heeft hij de wassing, heeft hij de wassing gedaan, is hij teruggekomen, en heeft hij de wudu gedaan, is hij teruggekomen, en waren ze nog steeds in de eerste rak'a. Ze waren begonnen toen hij vertrok. Toen hij terugkwam, waren ze nog steeds bezig in de eerste rak'a. Zo lang was dat. Sheikh Al-Muhsin Abad, hafidahullah, hij zei, dat kan zijn dat dit een keer is gebeurd. Maar dat niet standaard was. Hij zei, yuhmal, dat dit een keer is gebeurd. Yani, en het overgeleverd is. Lijkt dat niet en die standaard was. Standaard was ongeveer, zoals hier staat, ongeveer 30 yani, verzen. En ligt er ook aan. Ligt er aan wie achter je bid. Taip, ligt aan de mensen. Zoals in hadith Mu'ad. Fa'inna min wara'ik al-kabir wa-sagir wa-dul haja. Yani, hou rekening. Hij zegt tegen Mu'ad. Hou rekening met degene die achter jou bidden. Achter jou bidden yani, ouderen en zieken. En mensen die bezigheden hebben. Vandaar dat je daar ook rekening mee moet houden. En waar het om gaat is dat er geen fitna ontstaat. Zoals yani, hadith Mu'ad en ook die je niet van de mensen weg te jagen. Die de mensen niet weg te jagen. Vandaar dat het af en toe bijvoorbeeld lang en af en toe minder lang of kort. Zodat de mensen er ook aan wennen. طيب إذا فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. Dus Abu Huraira zei, ik heb niemand gezien die zo van wie zijn gebed zoveel lijkt op die van de profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals deze yani, zoals deze persoon die voor ons het gebed verrichtte. Hij verrichtte voor hun het gebed in de Medina. ثم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. حديث جبير بن مطعم ابن مطعم رضي الله عنه قال أزاي جبير أزاي كهور ده بروفيت صلى الله عليه وسلم ريسيتير تايدس المغرب خبت هاريسيتير ده سورة الطور والطور وكتاب مستور. Dit was voordat hij moslim was. Voordat hij moslim werd, hoorde hij een keer de profeet sallallahu alayhi wa sallam het gebed verrichten. En hij hoorde hem reciteren wat toor, wat kitabin mastoor, fi raqqin manshoor, wal bayt il ma'mur. En hij was nog mushrik. Toen hij dat hoorde, hij zei, kada qalbi yatir. Hij zei, mijn hart wou bijna wegvliegen. Toen hij dat hoorde, hij was Arabier, hij begreep wat hij zei. Maar hij was nog geen moslim. Hij zei, kada qalbi yatir. Mijn hart wou bijna uit mijn lichaam wegvliegen. Want hij de kracht van de Koran en de betekenis van de woorden van Allah Jalla wa Ala hoorde. En hij begreep wat het inhield. En hij ontstond dat gevoel bij hem. Er kwam dat gevoel bij hem op. En later, daarna werd hij moslim ook. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Hij zei, ik hoorde de profeet sallallahu alayhi wa sallam reciteren tijdens de maghrib. Wattor wa kitabin mastor. Dat betekent dat het dus ook van de sunna is om af en toe lang te reciteren in Surat al-Maghrib. En niet altijd, yani niet altijd kort. En zoals ik net zei, de profeet heeft ook andere soor gereciteerd. Zoals al-Mursalat, zoals al-Safat en zelfs al-A'raf. Al-A'raf behoort tot de lange soor.
زوص آل عمران الأنعام النساء. دفوخ ده حديث أوف خليفة دور أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. ليس حديث من أبو هريرة رضي الله عنه أزاي لدى البروفيت صلى الله عليه وسلم تايدس هتفجر خبت أم دو فرايدخ ليس تير ده هاي إن صلاة الفجر أم دو فرايدخ ليس تير ده هاي سورة السجدة، سورة السجدة يعني ألف لام ميم تنزيل الكتاب. ديز السورة ليس تير ده هاي أم دو فرايدخ بعد صلاة الفجر إن دي إيس ركعة إن دي تفيد ركعة ليس تير ده هاي هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. سورة الإنسان، سورة السجدة، سورة الإنسان، سورة السجدة دار إنكم تسجد فور سجود التلاوة كم دار إن فور بتأين وف تفي دارد أخفير. دي تفارد دي تفي صور دي هاري ستير ده أوب الجمعة باي صلاة الفجر ده تسوق دي السنة أم ده تدون. طيب ده تسوق السنة أم ده تدون. صوبخة يعني زوس ابن تيمية رحمه الله لوك أندر خلير ده زخ ده وايس هاي دار أخطر ده هاي ديز التفي صور ريستير ده أوب الجمعة إذا تي ديز التفي صور دارين كوم ده خبرت ديس فور زوس ده سخبينج ده سخبينج فن يعني فن دمانس فن آدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني هتهرين دمانس إيدر فيك أنا هو دسخبينغ إس أنتان هو الله جل وعلا إس بخونا بتسخب فن آدم فرفولخز درنا درنا إس ودرنا إس خخان إن أوك هرينرت هت دمنس أن هت أين فن دتايت أن فيدر أوبستاندين أن قيام الساعة أن البعث أن داخلك. دس ديز الصور ليس تير ده البروفيت صلى الله عليه وسلم دمنس تهرينر أن هت فرليدا هو تألما إس أنتان إن أوك هو تزال أين دخ ألما dat is eigenlijk een vermaning die ieder week yani, plaatsvindt. En hoe het leven eigenlijk in elkaar zit. Het heeft een begin en het heeft ook een einde. En deze komen beide voor. Zowel in Surat al-Sajda als in Surat al-Insan komen deze yani, betekenissen voor. In beide komen deze betekenissen voor. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat reciteerde tijdens dit gebed. In dit gebed, Salat al-Jum'a, Salat al-Fajr, Yom al-Jum'a. Zo staat in de hadith, behoort tot de beste gebeden. Het beste gebed van de week is dit gebed. Salat al-Fajr op de dag van de Jumu'ah. Is het beste gebed yani, van de week. Salat al-Fajr, Yom al-Jumu'ah. En dit waren de twee soorten die de profeet sallallahu alayhi wa sallam vaak reciteerde. Sommige imams reciteren op die dag bij al-Fajr reciteren ze Surat al-Jumu'ah, Surat al-Jumu'ah, en daarna vervolgens Surat al-Munafiqun. Deze twee soort al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Surat al-Jumu'ah, de sunna is niet om die te reciteren in Surat al-Fajr of in Salat al-Fajr, maar de sunna is om die te reciteren tijdens al-Jumu'ah, tijdens Salat al-Jumu'ah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam reciteerde die soms tijdens Salat al-Jumu'ah in de eerste raka'ah. En in de tweede raka'ah, idha ja'aka al-munafiqun. En soms reciteerde hij, sabbih isma rabbika al-a'la, en vervolgens, hal ataka hadithul ghashiya. Lakin Salat al-Fajr reciteerde hij dat niet. Dus deze imams, vaak is het gewoon onwetendheid. Taib? Onwetendheid of ze doen waar ze yani, zin in hebben, weet ik niet. Lakin ala kulli hal, as-sunna is tijdens Salat al-Fajr, Yom al-Jum'ah, deze twee soorten reciteren. Iemand die ze niet kent of die daar
die daar die iets anders kiest, is geen probleem. Hij mag bijvoorbeeld een andere sora kiezen. Lakin iedere keer suratul Jum'a reciteren en suratul Munafiqun alsof het de sunna is. La, dat is in strijd met de sunna. Lene, de sunna is dat die gebeden, dat die suar tijdens salatul Jum'a worden gereciteerd. Tijdens salatul Jum'a. Want tijdens salatul Jum'a, dan komt iedereen, dan is iedereen aanwezig. En in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, de munafiqun, de huichelaren, de hypocrieten, die waren vaak afwezig tijdens de nachtgebeden. Met de fajr en met de isha. Daarom zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, afqalu salat ala al-munafiqin, salatul isha wa salatul fajr. De zwaarste gebeden voor de huichelaren zijn de nachtgebeden. Salat al-isha en salat al-fajr. Dus salat al-fajr waren ze sowieso niet aanwezig, de munafiqun. Maar wanneer waren ze er wel, de huichelaren, in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam? Ze waren allemaal aanwezig tijdens salat al-jum'a. Want als ze niet aanwezig zijn, dan ziet iedereen dat ze niet aanwezig zijn. Dus zij verstoppen hun koffer natuurlijk. Zij verstoppen hun ongeloof. Ze waren naar buiten toe, toonden zij de islam, maar van binnenuit waren ze gewoon ongelovig. Dus met salat al-jum'a waren ze allemaal aanwezig. Vandaar dat de profeet sallallahu alaihi wasallam deze soor ging reciteren. Idha ja'aka al-munafiqun. Hij reciteerde de soor die gingen over de munafiqin. Zodat zij gingen horen wat de munafiqin doen en wat ze te wachten staan. En wat hun en die eigenschappen zijn en dergelijke. Taib, idhan, tijdens salat al-fajr is dit de sunnah. Sommige imams reciteren tijdens al-jumu'a of tijdens salat al-fajr al-jumu'a. Reciteren ze surat al-kahf. Surat al-kahf. Dat is ook niet de sunnah. Surat al-Kahf is sunnah om die te reciteren op de dag van de Jum'a. Lakin niet in de gebeden, maar overdag. Als iemand deze sunnah wil praktiseren, dan kan hij deze sunnah praktiseren door uit de mushaf te lezen of uit zijn hoofd te lezen, als hij dat gememoriseerd heeft. Surat al-Kahf. Lakin niet tijdens salat al-Jum'a of tijdens salat al-Fajr die dag. Dat is weer in strijd met de sunnah. Daarom zeg ik heel vaak, is het zo dat de imams geen kennis hebben over zulke zaken. Heel veel imams. Die hebben geen kennis over zulke zaken. Die horen van, surat al-kahf is sunnah op al-jumu'a ergens. En dan doen ze hem gewoon bij al-fajr of bij salat al-jumu'a. Of bij salat al-isha of een deel daarvan. Of je praktiseert de sunnah of je kiest voor een andere sora. Of soms bijvoorbeeld splitsen ze de sora. Bijvoorbeeld sabbih isma rabbik al-a'la is sunnah. Splits je hem in twee. Sab bi hisma rabbika al-a'la. Reciteer je in één raka. Vervolgens in die andere raka. Halat aka hadith al-ghashiya. Maar splits hem niet door twee. Want zo spel je met de sunnah. De sunnah is zo. Hou je aan de sunnah. Of kies een andere sora. Gelas, het tegen amr. Kies een andere sora. Wil jij kort reciteren? Taib. Dan kies je een sora die kort is. Maar het splitsen van de sunnah in twee. En een eigen sunnah van maken. Dat is niet correct. Dat is niet toegestaan. Iden. Kana yaqra'u. Fi salat al-fajr yawm al-jum'a. Alif lam mim tanzil. Wa hal ata'a 'ala al-insani hin. Muttafaqun 'alayh. Qala yudimu dhalik. Hazai fi riwayah al-Tabarani. Hij deed dat. Of hij hield zich daar altijd aan. Deze toevoeging is zwak. Dat hij dat altijd deed. Yani de hadith zelf is zwak. Lekker dat hij dat vaak deed. Sahih. Thumma qala aan Hudhayfa. Radiyallahu anhu. Qal. Sallaytu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fama marrat bihi ayah. Ayatu rahmah. Illa waqafa indaha yas'al. Wala ayatu azaab. إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ليس حديث حذيفة رضي الله عنه أزاي كم خبيدة بعد البروفيت صلى الله عليه وسلم أزاي أصهاي الفاس ريسيتير فان الرحمة فان دخنادة فان الله جل وعلا نستوبت يعني بارين دخنادة فان الله فرد خنومت. Dan stopte de profeet sallallahu alayhi wa sallam en verrichtte hij een smeekbeden. Hij zei dan bijvoorbeeld Allahumma arhamna bijvoorbeeld. Hij komt langs een ayah waarin rahma voorkomt.
Dan stopte de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij onderbrak de qira'a en hij zei toen: Allahumma arhamna. Of iets, of Allahumma nis'aluka al-jannah. Of iets dergelijks. Wala ayatu adab. Als hij tijdens de recitatie een ayah tegenkwam van de bestraffing van Allah jalla wa ala, dan zocht hij toevlucht bij Allah. Dan zei hij bijvoorbeeld: Allahumma inni a'udhu bika min an-nar. Zoals staat in een andere riwaya. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zei: A'udhu billahi min an-nar. Dit, zoals Hudayfa radiyallahu anhu zei, hij zei: Ik heb de profeet sallallahu alayhi wa sallam achter hem gebeden en hij deed dit. Werd dit verricht of kwam dit voor tijdens de verplichte gebeden of tijdens de vrijwillige gebeden? Sommige riwayat, sommige overleveringen staan dat dit voorkwam, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed tijdens de nachtgebeden of tijdens de vrijwillige gebeden. Zoals Aisha radiyallahu anha dat zei: Ze zei, ik heb met de profeet sallallahu alayhi wa sallam het nachtgebed verricht. Ze zei, en hij reciteerde Surat al-Baqara en Surat al-Nisa en Ali Imran. Ze zei toen radiyallahu anha, als hij een ayah tegenkwam waarin de barmhartigheid van Allah yani, genoemd werd, dan verrichtte hij een smeekbede. Verrichtte hij een smeekbede. Yani, dat Allah jalla wa ala hem erbarmt en genadig is. Lekker, dat betekent niet dat het niet toegestaan is om dat te laten plaatsvinden in een verplichte gebed. Want de algemene regel is iets wat is overgeleverd tijdens een gebed, of het nou verplicht is of aanbevolen is, kan in principe plaatsvinden tijdens een gebed. Tenzij er een duidelijk bewijs is dat het specifiek is voor een verplichte gebed of specifiek is voor een vrijwillig gebed. Lekker, hier duidt het niet op dat hij dat deed tijdens een vrijwillige gebed of tijdens de nachtgebed, betekent niet dat het niet toegestaan is om dat plaats te laten vinden tijdens verplichte gebeden. Wallahu a'lam. Thumma hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal, qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. فَقَامِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ رواه مسلم. Vervolgens noemt hij hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا. Hij zei: Zeker, ik ben verboden, of ik werd verboden om de Koran te reciteren tijdens de ruku' en tijdens de sujud. Yani, het is verboden om te reciteren, Koran te reciteren, tijdens het gebed, tijdens de ruku' of tijdens de sujud. De ruku' is de buiging en de sujud is de knieling. Taib, hij zei: فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ. Hij zei: wat betreft de ruku', wat betreft de buiging, verheerlijk daarin jullie Heer. Verheerlijk daarin jullie Heer, yani Allah Jalla wa Ala. Hij zei toen: وَأَمَّا السُّجُودُ, wat betreft de sujud, فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَا, span je in om zoveel mogelijk smeekbeden te verrichten tijdens het sujud, tijdens de knieling, tijdens het gebed. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ. Hij zei: فَاجْتَهِدُوا فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَا. Hij zei: het meest, wanneer de dienaar, de slaaf, het meest dicht bij Allah Jalla wa Ala is tijdens zijn sujud. En wanneer iemand knielt in het gebed, dat is de plek of het moment waarop hij het meest dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala is. En dan is het ook gepast en ook aanbevolen om zoveel mogelijk smeekbeden te verrichten tijdens السجود. فاجتهدوا فيه فاجتهدوا في الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. Wat betreft de sujud, verricht daarin veelvuldig de smeekbeden. Hij zei: فَقَامِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Yani, het is zeer waarschijnlijk dat de smeekbeden verhoord zal worden. Dus tijdens de sujud, dat is een van de momenten waarin de smeekbeden waarschijnlijk en zeer waarschijnlijk verhoord wordt. Dat is de plek van
يعني من أماكن استجابة الدعاء. أي from the moment that الدعاء يعني that comes out is the دعاء for heart word. زوز بفوبلت أوك تسو the أذان and the إقامة is the يعني comes out and it's zeer waarschijnlijk that الدعاء for heart word. أوك wanneer بفوبلت iemand vast of bijvoorbeeld wanneer iemand op reis is of als de regen neerdaalt. Dat zijn allemaal momenten en allemaal plaatsen waarin het zeer waarschijnlijk is dat de dua van een persoon verhoord wordt. En tijdens zo'n moment moet iemand extra en die alert zijn en extra zijn best doen en zichzelf inspannen om de smeekbeden te verrichten. En Allah Jalla wa'ala die zegt: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, jullie Heer die zegt: smeek mij en roep mij aan en ik zal jullie verhoren. Dus Allah Jalla wa'ala heeft belofte, heeft ons beloofd om de dua te verhoren. فَقَامِنُونَ أَيُسْتَجَابَ لَكُمْ. Het is waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk dat jullie dua yani verhoord wordt. Omdat nogmaals, zo'n persoon op dat moment is hij dicht bij zijn Heer. Want het meest, of het yani, meest edele wat hij heeft, zijn voorhoofd, heeft hij op de grond geplaatst. En heeft hij op de grond geplaatst voor zijn Heer. En hij heeft zich daarmee nederig opgesteld. Er is geen nederige houding dan de houding van de sujud. Wanneer je sujud doet, is nederigheid tegenover Allah Jalla wa'ala. En dan kun je vragen, yani wat je wil aan Allah subhanahu wa ta'ala, zal de smeekbeden verhoren bi'idnillah. Hij zegt: Fa'amma ar-ruku' fa'adhimu fihi ar-rabb. Wat betreft de ruku' verheerlijk daarin jullie Heer. Het verheerlijken van onze Heer tijdens de ruku' dat gebeurt door te zeggen Subhana Rabbi al-Azim. Zo staat in Sahih Muslim hadith Hudhayfa radiyallahu anhu. Subhana Rabbi al-Azim. Verheerlijkt is onze Heer. Verheerlijkt is onze Heer. Subhana Rabbi al-Azim. Onze geweldige Heer. Verheerlijkt is Hij. Je verheerlijkt Hem. Yani je looft Hem. Je prijst Hem. Tayyib. En je maakt Hem vrij van elke tekortkoming. Van elke beperking. Hij is volmaakt, subhanahu wa ta'ala. En hij is perfect in zijn naam, in zijn eigenschappen, in zijn daden. Is Allah Jalla wa'ala perfect en volmaakt. Dat is de betekenis van het tasbih. En het sujud, fajtahidu fihi min ad-du'a. Yani, span je in voor het du'a. Nadat je hebt gezegd, subhanahu rabbi al-a'la. Ook na de verheerlijking van Allah, de allerhoogste. En de verhevene, al-a'la. Wanneer je in het sujud bent, dan zeg je Subhana Rabbi al-A'la. En die prijst Allah subhanahu wa ta'ala. Je verheerlijkt hem. En hij is de verhevene, de allerhoogste. Wanneer je laag bent, prijs je Allah Jalla wa'ala die hoog is. En je maakt hem vrij van tekortkomingen, van beperkingen. Hij is volmaakt en perfect. En hij is de verhevene, de allerhoogste en de allergrootste. Hazar Rawahu Muslim. Dus deze hadith duidt erop dat het verboden is om de Koran te reciteren tijdens een rukoo en tijdens een sujud. Tenzij het bijvoorbeeld een vers is waarin het dua plaatsvindt. Bijvoorbeeld Rabbana atina fi dunya hasana of fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dit is een dua. Deze dua is afgeleid uit de Koran. Is afgeleid uit de Koran. Surat al-Baqara staat deze dua. Dus als het om het dua gaat, dan mag je die wel opzeggen tijdens het sujud. Want het sujud is de plaats voor het dua. Dus wanneer je een dua reciteert of een dua opzegt die ook in de Koran staat, dan is dat geen probleem. Waar het om gaat is dat je geen Koran reciteert zonder dat het te maken heeft met de dua. Iden, in de ruku' zeg je Subhana Rabbi al-Azim. Een minimaal aantal is 1 keer. En in het sujud zeg je Subhana Rabbi al-A'la. En ook hier de minimale aantal is ook 1 keer. Beter dan dat is 3 keer. Beter dan dat is 3 keer. En meer dan 3 keer mag ook. Lekker minimale volmaaktheid is 3 keer. Een minimale aantal is 1 keer. En maximaal, sommigen zeggen, is 10 keer. Dat je Subhana Rabbi al-Azim zegt of Subhana Rabbi al-A'la. Vervolgens zegt de schrijver, rahmatullahi alayhi wa ana Aisha radiyallahu anha, qalat: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
deze hadith staat in Bukhari en Muslim. Hadith Aisha radiyallahu anha zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei tijdens zijn rukoor en tijdens zijn sujud, dus tijdens de buiging en tijdens de knieling, zei hij subhanak allahumma rabbana wa bihamdik, verheerlijkt bent u. Hij verheerlijkt Allah jalla wa ala, de volmaakte, de perfecte, die vrij is van ieder tekortkoming en van ieder beperking. Subhanak Allahumma, verheerlijkt bent u. O Allah, onze Heer, Rabbana, onze Heer, wa bihamdik. En die alle lof komt u toe. Allahumma gfirli, O Allah, vergeef mij. Dus hij prijst Allah Jalla wa Ala, verheerlijkt hem. En hij vraagt hem om vergeving. Tijdens het rukoo en tijdens het sujud. Nadat hij zegt Subhanallah Rabbi al-Azim, zei hij dit. En nadat hij zei Subhanallah Rabbi al-A'la, zei hij, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, deze dhikr, hij voegde dat daaraan toe. En dit zei hij, zoals staat in hadith Aisha radiyallahu anha. En ook hadith Abdullah ibn Mas'ud, waarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen surat al-Nasr werd geopenbaard aan hem, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله جل وعلا toen hij dit vers neerdaalde, dit is een van de laatste versen, en deze werd geopenbaard na het openen na dat Mekka terug was veroverd en Mekka weer bilaad al-Islam werd. Allah Jalla wa Ala openbaarde toen dit vers, of deze verse. Iza ja'a nasrullahi wal fath, als de overwinning van Allah Jalla wa Ala komt, en de opening, yani het openen van Mekka, toen Mekka islamitisch werd, yani nadat de profeet sallallahu alaihi wasallam hijra had verricht en Mekka heeft verlaten, is hij teruggekomen en heeft hij Mekka weer ingenomen. Vervolgens werden heel veel mensen moslim, en ze traden de islam binnen in groepen en in grote aantallen. Ila ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ze werden massaal moslim. Toen zei Allah jalla wa ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, prijs dan jouw Heer en loof hem en vraag hem vergiffenis. Nadat Allah jalla wa ala dit zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, daarna deed hij deze dua in de rukoo en in de sujud, en zei hij subhanak allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli, en ook subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Zo staat in andere overlevering. Aisha radiyallahu anha zei kana yata'awalu al-Qur'an, yani hij verrichtte of hij praktiseerde de Koran wat aan hem bevolen werd, praktiseerde de profeet sallallahu alayhi wa sallam direct, en zei hij deze zikr tijdens zijn sujud en tijdens zijn rukoo, want Allah zei tegen hem fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, en hij zei toen subhanak allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Dus hij paste dat direct toe en hij vroeg Allah, en hij verheerlijkte Allah subhanahu wa ta'ala, loofde hem voor datgene wat hij natuurlijk aan hem heeft, de overwinning en het terugwinnen van Mekka, en dat de mensen met grote getalen massaal de islam binnen betraden. Yani deze grote gunst, Allah Jalla wa Ala is degene die leidt, en hij heeft deze mensen begunst en geleid. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam dankte Allah subhanahu wa ta'ala voor deze grote gunst, en ook voor het terugkrijgen van Mekka. En hij vroeg hem om vergiffenis, Allahumma gfirli. Dus deze hadith en deze dhikr is ook aanbevolen om deze plaats te laten vinden in de rukoo en in de sujud, na het zeggen van subhana rabbi al-azim en na het zeggen van subhana rabbi al-a'la. Je prijst Allah jalla wa ala, je verheerlijkt hem en je looft hem, en je vraagt om vergiffenis. Vervolgens hadith Abi Huraira radiyallahu anhu qaal,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد من اثنين بعد الجلوس متفق عليه. Ook deze hadith duidt op een aantal zaken die te maken hebben met het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hier staat dat Abu Huraira radiyallahu anhu hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de takbir verrichtte als hij in het gebed stond. Yani de openingstakbir. Hij verrichtte de takbir. Hij zei Allahu Akbar. Als hij het gebed ging openen. Hij zei thumma yukabbiru hina yarka. En als hij ging buigen. Zei hij weer de takbir. Zei hij Allahu Akbar. Zei hij Allahu Akbar. En hij ging toen. Hij maakte vervolgens de buiging. Thumma yakul. Als hij terugkwam van al-ruku'. Zei hij sami'a Allahu liman hamida. Hij zei dan sami'a Allahu liman hamida. En het takbir. Het zegt van Allahu Akbar. De betekenis daarvan is eigenlijk yani Allahu Akbar, yani Allahu Akbar min kulli shay. Yani Allah is de grootste. Allahu Akbar betekent niet Allah is groot, maar Allah is de grootste. Allah is groot is eigenlijk groot is kabir. Lakin Akbar is een overtreffende trap. Allah is de grootste, yani groter dan alles. Groter dan iedereen, groter dan alles. Iden, hij opende het gebed met het takbir Allahu Akbar. Vervolgens zei hij bij een rokoor weer Allahu Akbar. Als hij terugkwam van een rokoor zei hij Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida betekent eigenlijk Allah hoort en verhoort degene die hem prijst. Allah Jalla wa Ala die verhoort zijn smeekbeden. En hij hoort hem ook. Hij hoort hem en hij verhoort hem. Hij verhoort degene die hem prijst en die hem looft. En hij beloont hem ook daarvoor. Het verhoren betekent ook yani, dat jouw smeekbeden beloond wordt. Sami'a Allahu liman hamida. Yani ajabahu. Ajab Allahu man hamida. Hina yarfa'u sulbahu min al-ruku'. Dus als hij terugkomt van al-ruku' zei hij Sami'a Allahu liman hamida. En als hij in staande houding stond zei hij Rabbana wa laka al-hamd. عددنا ربنا ولك الحمد يعني أو الله أو أو في onze Heer alle lof komt u toe الحمد ربنا ولك الحمد alle lof komt u toe nadat Allah جل وعلا zijn smeekbeden verhoord heeft سميع الله لمن حمده zegt de dienaar ربنا ولك الحمد أو الله alle lof komt u toe. Dat is eigenlijk ook weer een prijzing en een verheerlijking. En ook een bevestiging. Dat Allah Jalla wa Ala, dat alle lof hem toekomt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die hem begunstigt. Degene is die hem, die jou leidt. En die jouw dua verhoort. Rabbana wa laka alhamd. Thumma yukabbir hina yahwi sajidan. Vervolgens zei hij weer Allahu Akbar. Als hij naar beneden ging voor het sujud. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. En ook deed hij de takbir als hij terugkwam van het sujud. En hij deed weer de takbir als hij het sujud verrichtte. En weer wanneer hij zijn hoofd weer ging opheffen. En hij deed dat tijdens zijn gebed. Yani in ieder rak'a deed hij dat. En ook als hij opstond van de tashahud, zei hij Allahu Akbar. Deze hadith duidt er dus op dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de takbir verrichtte op deze plaatsen die hij hier opnoemt. En ook tasbih sami'a Allahu liman hamida als hij naar boven kwam van een rukoor. En zei hij vervolgens Allah Rabbana wa lakal hamd. Het zeggen van de takbir bij iedere rak'a of bij iedere
باي ديزه هاندلينغ باي تكبيره الاحرام باي الركوع اوف باي السجود الدارخ لك تكبيره الاحرام التكبير دارين اس فور بليخت اس ركن ذا اذر التكبيرات زائد واجب ادي فوردخ كوريجيرت السجود السهو اصيب دي زاو فخيته وقد النبي صلى الله عليه وسلم هاي فرخت التكبير ان هاي زاي صلوا كما رايتموني اصلي بيت زو شو باي هاي بزيد بيده ليس التكبيرات فورد التكبير فورد التكبيرات الانتقال خلوك التكبير فان فان ذا اوفرخا فان ذا اينه اوندر دير نا ذا اندر نا ذا اندر اوندر دير اتزغفر الله اكبر iedere keer wanneer je naar een ander onderdeel vertrekt of terugkomt. Behalve natuurlijk bij een ruku' of het terugkomen van een ruku' dan zeg je Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lak alhamd. Dan is het schrijf rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qaal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. ديزه حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هاي زاي ده النبي صلى الله عليه وسلم ودير زاي ودير هاي زاي هوف أبهيف على الركوع زاي هاي اللهم ربنا لك الحمد زوس فنات هبة خورت ربنا لك الحمد أو كذا هاي صوص اللهم ربنا لك الحمد أوف اللهم ربنا ولك الحمد مثل واو درباي اوف لك الحمد اوف ولك الحمد ديشي باغ زخ اللهم اوف زخ ربنا ربنا ولك الحمد اوف اللهم ربنا ولك الحمد اوف زود دي واو اللهم ربنا لك الحمد all these يعني روايات زن اوف خليفرت فرفوغ زي هاي سومس هاي فوغت دارنا وات آن بفول اس ام تزخ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد deze zikr vindt plaats na het zeggen van Rabbana wa lak alhamd. En dan kan je nog bij toevoegen hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Vervolgens mil al samawati wa mil al ard. Wat betekent dit, de vertaling daarvan? Wanneer het Rabbana Allahumma Rabbana lak alhamd. Yani Allahumma Rabbana wa lak alhamd. We hebben het gezegd, al onze Heer, alle lof komt u toe. ملء السماوات وملء الأرض deze lof die de hemelen en de aarde vult وملء ما شئت من شيء بعد en hij vult alles wat daartussen is en wat u wilt يعني wat Allah Jalla wa Ala wil Allah subhanahu wa ta'ala de lof die hem toekomt die vult de hemelen en de aarde en hij vult alles wat Allah Jalla wa Ala wil en wenst وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يعني أو بالزت أهل الثناء والمجد يعني أو بالزترس أو بالزتر أو بالزتر فان لوف برايزينغ أن المجد فتفتعت متخلوري أحق ما قال العبد هت ميست فار أختخ فان الدينار زخت وكلنا لك عبد en wij zijn allemaal dienaren van u. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti'a lima mana't. O Allah, er is niemand die kan tegenhouden wat u geeft. En niemand kan geven wat u tegenhoudt. Allah subhanahu wa ta'ala, hij is de bezitter en hij is degene die bepaalt wat er plaatsvindt. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets wil, dan kan niemand dat tegenhouden. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets niet wil, kan niemand dat doorzetten. Allah jalla wa ala bepaalt wat hij wil. En zijn wil geschiet. La mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't. Wa la yanfa'u dhal jaddi
منك الجد أو في خليفة المسلم. This day is a ذكر. It's a بفولة أم دي أم تزخة ما هتزخف ربنا ولك الحمد وفاللهم ربنا لك الحمد ما كي ديز الذكر زخة ديز آبا فولة ديز آبا فولة زوز ده أندر أذكار أوك آبا فولة زين دي فنتها بخزخت تايدس الركوع بفور بلد ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. هذا حديث أوف خليفة البخاري مسلم وعند البروفيت صلى الله عليه وسلم زخت أمرت أن أسجد على سبعة أعظم هذا إقبل أبخد راخة أبتكليلة أب زيفة يعني زيفة بوتة أب زيفة بلاتس هذا أب هت فورهوفت يعني تايدز دكليلين السجود متفرخت ورده أب زيفة بلاتس أب زيفة بوتة أين دارفان إس هت فورهوفت هذا إقبل بفولة أف إقبل أبخد راخة أم تكليله أب زيفة بلاتس أب زيفة بوتة هذاي على الجبهة أب هت فورهوفت that is ain and he weist to naar zijn neus he weist to yani naar zijn neus met zijn voorhoofd met andere woorden het voorhoofd moet op de moet op de grond komen en ook de neus moet de grond aanraken wa ashara bi yadihi ila anfi hadha wal yadayn en ook de handen de twee handen er zijn er nu al drie wa rukbatayn de knieën moeten ook op de grond plaatsvinden plaatsnemen De knieën, dat zijn er nu, hoeveel? Vijf. Twee knieën, vijf. Wa atraf al qadamayn. Atraf al qadamayn zijn de uiteinden van de voeten, dat zijn de tenen. De tenen. Yani en de tenen. Waar kan het zijn? Tenen van de rechtervoet en tenen van de linkervoet. En dat zijn de zeven botten of de zeven plaatsen, zeven lichaamsdelen. Die de grond moeten aanraken tijdens het sujud. Het voorhoofd met inclusief de neus. En ook de handen, de twee handen. En de twee knieën. En de tenen. De tenen wijzen naar de qibla. Tijdens het sujud. En degene die hem bevolen heeft of opgedragen heeft. Is Allah subhanahu wa ta'ala. Als de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt van ik ben opgedragen. Dan is degene die opgedragen heeft. Allah Jalla wa Ala, degene die de opdracht gegeven heeft. Als een sahabi zegt we zijn opgedragen, dan is degene die hun, degene die hun heeft opgedragen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, tenzij uit iets anders blijkt dat de opdracht ook van Allah subhanahu wa ta'ala is gekomen naar hen toe direct.